Goedemiddag kijkers en welkom bij deze nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Wij staan op het terrein van de Tradica Groep NV, waar wij een beetje in de geschiedenis duiken en wat men allemaal nog kan verwachten van de Tradica Groep in de komende jaren. Wij hebben een gesprek met de CEO en de COO van Tradica Groep, de heer Dave Bouke en mevrouw Audrey Healy, over Tradica zelf. Meneer Bouke, mevrouw Healy, bedankt voor jullie komst in ons programma In Gesprek Met. Thank you for having us. Dank je. Welkom in de huiskamer van Paramaribo. Dank je wel. Als wat ik aangaf in mijn intro, gaan een beetje de geschiedenis van Tradica nalopen. Want jullie zijn ons meest bekendste eigen Strana Sani hotel. Keten, zal ik maar zeggen, in Suriname. Om te beginnen, we gaan dan met de CEO starten, meneer Bouke. Kunt u voor ons de revue laten passeren vanaf de aantal jaren dat u aan het hoofd staat van Tradica Groep? Als u een terugblik mocht werpen van uw ervaringen naar nu, hoe kijkt u daarop terug? Het zijn alleen maar heel prettige ervaringen. Ik ben vanaf 1 januari 2005 directeur. Daarvoor heb ik wel de opening van ECO mogen meemaken. Dat was in 1997. Toen kwam ik net hier werken, maar ik was nog geen directeur. En daarna hebben we heel veel renovaties gedaan in Tradica. Dus dat was ook mooi om het product beetje bij de tijd te houden. In 2006 zijn we begonnen met de bouw van Royal Tradica. Die is in 2007 geopend. Dus we zijn gegaan in een periode van zeg pakweg 30 jaar. Gegaan van 130 kamers naar 357 kamers. Dat geeft eigenlijk aan de groei die Tradica heeft meegemaakt. En de uitbreiding van faciliteiten, de upgrade van faciliteiten. En daarmee meegenomen natuurlijk ook de uitbreiding van het personeelsbestand. En de expertise die daarbij nodig was. Ja, vooral dat. Ik zal dan even switchen naar COO mevrouw Healy. Wat gaat er door u heen als jullie krijgen te horen? Tradica is nog steeds de populairste en ook de meest comfortabele, de most comfortable hotel to stay in. Als u zulke reviews hoort, wat betekent dat voor u als COO? Ik denk het meest belangrijke dat gelijk in me opkomt is trots. Terwijl je het al zei, kreeg ik dat warm gevoel van binnen. Daarvoor doen we het. Dave zei het zo net al aan het begin, de woonkamer van Paramaribo. En dat is ook het gevoel dat wij willen brengen naar de gast toe. Dat is de ervaring en de beleving waaraan we dagelijks werken om dat waar te maken voor de gast. Dus overal is het trots, de drang om te blijven werken eraan en ervoor te zorgen dat in de komende jaren men nog steeds datzelfde gevoel zal ervaren, dat warme Surinaamse bijna, die brassa die we zo goed kennen hier in Suriname, om dat gevoel bij de gasten teweeg te brengen. Naast het gevoel van trotsheid, dan ga ik u ook dezelfde vraag stellen aan u. Hoe kijkt u terug vanaf uw periode als COO aan de helm of Tradica? Spannende jaren allemaal gehad. Ik ben heel blij en denk ook nog dankbaar dat ik de afgelopen 20 jaar, ik zit er al 20 jaar, dat ik deel mocht zijn van de ontwikkeling van Tradica. En ongelooflijk, want het is inderdaad bijna 20 jaar terug toen we Royal begonnen met de bouw van Royal. En toen was ik er net een jaartje. In deze jaartje, 2005, gestart en we zijn eigenlijk dat jaar begonnen met de eerste paal. Dus ik heb aan de vooravond mogen staan van de bouw van Royal Tradica. Ik heb mogen helpen om, want bouwen is not that difficult. Uiteindelijk, het is een blokkenhuis dat je in elkaar zet, maar het dan tot leven brengen. Dat was een geweldige ervaring om uiteindelijk die stenen muren
die je daar hebt opgezet, echt warmte in te brengen en het tot leven te brengen en de eerste gasten te mogen ontvangen. Dat is dan de cherry on top. En nu 20 jaar verder, na zoveel ontwikkelingen, weer de eerste paal van ons nieuwste hotel, nieuwste gebouw dat we gaan opzetten. Zeer spannend. Zeer spannend. We komen straks weer daarop terug, want u wilt bijna gras voor mijn voeten steken. Ze komen daar straks op heen weer terug. Maar waarop ik ook wel wil terugvallen, dat Torarica altijd ook ervoor heeft gezorgd om ook een bijdrage te leveren aan ook welzijn van Suriname. Want ik kan me nog heel goed heugen, 4 jaar terug, toen dat verschrikkelijke coronapandemie kwam. Ja, ja. Dat Torarica eco ter beschikking heeft gesteld voor gerepatriërende Surinamers om daar in hun quarantaine... En Royal, hè? Oh, ja. Kijk daar, omdat de meeste die eigenlijk voorkwam was meer dat men ging naar eco. Ja. Dus vandaar. Wat betekent dat men een beroep kon doen op Torarica om kamers ter beschikking te stellen voor mensen om te kijken als ze wel of niet besmet waren? Nou ja, ik denk wat betekent dat voor hun, dat zij de gelegenheid hebben gehad, of in ieder geval dat Torarica heeft opengestaan om dat te gaan doen voor Suriname. En zo hebben wij er ook naar gekeken. Maar groot, voor ons was het ook een stukje survival. Er is een moment gekomen dat we letterlijk de gasten hebben zien weglopen uit het hotel. Ik denk voor het eerst in mijn carrière, en ik hoop niet dat ik het ooit meer meemaak, maar ook in die van Dave. Ook van mij, hoor. Dat we gewoon de gasten de deur uit zagen gaan en we allemaal hier stonden en dachten, wanneer komen ze terug? When will we see them? En we uiteindelijk zijn geëindigd, als ik me niet vergis, met 15 gasten die in Torarica waren. En Eco was leeg en Royal was leeg. Ik denk dat het dieptepunt was toch ongeveer 3-4 gasten in het hotel. Ja. Dat was het uiterst dieptepunt, hoor. Alle bedden gestapeld, want we mochten niet open gaan, food and beverage. Alles moest op de kamer, dus ja, het restaurant was dicht. Alle poolbedden waren opgestapeld. Dus wat Audrey beschrijft, was een heel triest blik ook om aan te zien. Maar ja, ik denk zeer zeker het stukje survival. En aan de andere kant, waar kunnen we helpen? Dat heeft voor ons de boventoon gevoerd. Ja. En iets gemaakt ervan, hè? Dus uiteindelijk in een zware crisissituatie, als je dat zo noemt, gaan kijken naar, oké, how can we be different? Hoe kunnen we het anders doen? En toen zijn we gekomen op het stukje van de repatriatie. Ja. Onze hotels beschikbaar stellen om onze Surinamers terug te krijgen naar Suriname en die ook weer te brengen naar hun gezinnen. Zie daar weer een stukje hospitality. Het was niet zozeer dat we het deden om geld te verdienen op dat ogenblik, maar het was meer bringing the families back together. Ik denk ook vermeldenswaard is om aan te geven, het gesprek begon met hoe voelt het om het populairste, het meest bekende hotel te zijn. Zelfs in die periode van crisis, pandemie, onzekerheid, wilden mensen heel graag bij ons logeren. Want van tevoren wist je niet in welk quarantainehotel je geplaatst werd. Maar dan waren er lobbycampagnes aan de gang van, kan je proberen je invloed aan te wenden dat we in Torarica komen. En ik denk, zo goed gezegd, Eco was heel populair. En dat vanwege de balkonnetjes. Dus vandaar dat de enige was die Eco was ontzettend populair. Je kon tenminste luchten. Precies. Je moet je voorstellen, de mensen moesten de eerste fase. Dus 2 weken. 2 weken in het hotel. Toen ging het na 10 dagen. Ja. En Eco inderdaad met de balkonnetjes. En de familieleden de ruimte hadden om op het terrein te staan en met hun mensen te praten. Wel op een afstand, maar dan zag je elkaar wel. Dus ja, dat was, ik denk, voor ons een dieptepunt, maar ook een moment waar we sterker uit zijn gekomen. Absoluut. Dat we echt als team bij elkaar zijn gaan zitten en los van de gasten ook naar ons personeel toe. Het is nog steeds, als ik terugdenk, ongelooflijk hoe dedicated ons personeel, maar ook, ik wil het woord resilient gebruiken, maar het Engels woord, het Nederlands woord daarvoor. Veerbaar, strijdbaar. Ja, de veerkracht van ons personeel. Dat we met z'n allen, ik kan me nog zo herinneren, in de ballroom alle personeel hebben geroepen, uitgelegd dat dit de situatie is. Ze hebben gevraagd voor ondersteuning en we hebben gezegd, hoe gaan we het samen doen? En we zijn op het punt gekomen dat op een gegeven moment personeelsleden
maar alles. Ze begonnen nieuw vak te leren. Want multi is het. Multi, ja. Ons bankpersoneel dat plotseling deel van de security is geworden. Alleen maar om hun baan te behouden. En voor ons belangrijk dat we niemand op straat zetten. Ja, want dat zou de volgende opmerking worden. Van nadat Torarica weer werd geopend, werd wel aangegeven door het staatshoofd dat ze dat zeer op prijs stelden. Dat Torarica een van de bedrijven waren that never laid anybody off. Nee, dus daar zou ik naartoe gaan. Dat hebben we de mensen, niet gedaan. Nee. Mensen met een contract. Mensen met een contract, die hebben we de contracten niet verlengd. Maar wel de belofte gemaakt dat op het moment dat we open zijn en ze zoekende zijn naar een baan, dat we ze weer zullen oproepen. En dat hebben we ook gedaan. Ja. Dus er zijn de mensen die op een contract zaten, een heleboel van ze, die zijn weer komen werken na de opening. Ja, klopt. En straks over enkele jaren, dat is het 65 jaar Torarica. Met 4 establishments, want dan volgend jaar is waar we straks naartoe gaan, die ook al af. En dan is het dan, zou men zeggen, hippiepura. Want Torarica is altijd op een ander aspect wanneer jullie je bigiari vieren. Om altijd ook te denken aan niet alleen de toeristen, maar ook locals. En daarom houdt men, zoals men zei, houdt men van Torarica. Doordat jullie niet alleen focussen op euro's die jullie kunnen verdienen, maar dat jullie ook denken aan de mensen die SRD's zelfs maken in Suriname. Ja, we zijn ons terdege van bewust dat we niet op een eiland leven. We hebben elkaar nodig. En ik denk wat Audrey heel goed heeft onderschreven is, als je zo omgaat met je mensen, krijg je dat op een gegeven moment ook terug. Want ze heeft genoemd het personeel, maar we hebben ook ontzettend veel in de moeilijke tijden. En nog steeds, we hebben heel goede samenwerking met onze leveranciers, met onze partners met wie we samenwerken. En dat merk je dan niet alleen in tijden van crisis, maar ook daarna. Over zoveel jaren een feestje. Eigenlijk is het voor ons elke dag een feestje, hoor. Dat is ons vak. Ja. Ja. Nee, maar het is heel belangrijk om niet alleen te denken aan één groep mensen, maar alle partijen die je nodig hebt om daar een heel goede samenwerking. En dat hebben we opgenomen in het is een deel van ons DNA. Ja. Laat me het zo zeggen. Klopt, helemaal. Ja. En dan om terug te komen op hetgeen die wij vorige week ook samen met jullie mochten meemaken, was de heiing van een van de eerste palen voor de long stay apartments van Torarica. De eerste vraag direct, als men denkt aan long stay, dan weet men, oké, lang verblijf. Waarom zo'n stap? Want een hotel blijft men vaak genoeg een week, hooguit 10 dagen op zich. Maar dit wordt nu een long stay, dus het is veel voor langere periode. Mm-hmm. Waarom zo'n stap? Nou, het heeft verschillende redenen. Als we kijken naar, naar onze gasten, dan zie je door de loop der jaren zie je zeker een verandering optreden. Mensen komen met families, mensen zoeken naar ruimte, mensen willen ook voor een deel onafhankelijk zijn en een beetje hun eigen ding doen, zoeken naar de ruimte. En als we kijken naar de bezetting van onze suites in Torarica, daar hebben we de afgelopen tijd gezien dat ze heel vaak bezet waren vanwege het type gast dat er komt. Ja. Toeristen, maar ook zakenlui die hier wat langer zijn, willen niet in een wat kleinere kamer, maar ze willen eigenlijk zoals ze thuis leven, zouden ze zich willen verplaatsen en zouden ze willen handelen. Ja. En dat, die ontwikkeling zagen we al aankomen. Dat in combinatie met de ontwikkeling in de olie- en gasindustrie. We hebben zojuist gesproken over de periode 2-3 jaar geleden, toen we in het stadium waren van het zoeken naar olie. Ja. Toen kwamen er ook heel veel zakelijke gasten naar Torarica. En wat bleek, onze vaste gasten die op de suites waren, konden niet logeren. Want de suites waren bijna voor een jaar tot anderhalf jaar bezet. Wauw. Natuurlijk scannen we ook de omgeving en je ziet wat er om je heen gebeurt. De een na de andere appartement wordt gebouwd. Dat geeft een heel duidelijke behoefte aan voor wat ruimere kamers. Ja. En wij als team hier zijn toen heel snel gaan brainstormen. Hebben gezegd van als dat de behoefte is, moeten we heel serieus gaan kijken naar een ander type kamer die we al bieden. Ook een stukje diversificatie.
hè, van je product. Toradica telt in als groep hoeveel suites? Misschien 8, 9 suites in totaal. Nou ja, die hoeveelheid bleek niet voldoende te zijn. En met de ontwikkeling die eraan zit te komen en die deels al begonnen is, bleek de noodzaak des te groter. Okay. Wat zal dan het verschil zijn, naast de naam Toradica natuurlijk, met deze long stay apartments? Worden dat, want naast het feit wat u zei, grotere kamers, maar ik ga ervan uit, net als wat u aangaf, mensen zoeken meer ruimte, mensen komen met families. Mm-hmm. Dus wordt er dan een splitsing tussen 1 kamer, 2 kamer? Dus een tipje van de sleur, je hoeft niet helemaal in detail te gaan. Maar wat zal dan het verschil zijn met de doorsnee appartementen die als paddenstoelen uit de grond rezen, net als wat u ook aanhaalde? Ja, ik denk sowieso heel belangrijk de Toradica service die eraan gekoppeld is. Maar zeer zeker kamers met 2 kamers, kamers met of appartementen met 1 kamer, maar ook de mogelijkheid tot het verbinden, dus het connecten van kamers. Waardoor je de flexibiliteit hebt om te gaan van 1, 2, 3, misschien zelfs 4 kamers erbij. Omdat een aantal kamers zullen ook tussendoren hebben. Maar ik denk belangrijk nog dat je die ruimte hebt, maar tegelijkertijd die veiligheid, die geborgenheid, het huiskamergevoel, dat Toradica biedt. We hebben hier 24 uur security. We hebben verschillende type restaurants op de premises. Dus we hebben wel pantries, keukentjes op de kamer. Maar als je om wat voor reden geen zin hebt om te koken, dan biedt Toradica natuurlijk de mogelijkheid. We hebben de wasservice. We hebben conferentiefaciliteiten. We hebben vergaderruimte. Er zijn zwembaden. Dus het assortiment binnen de groep is heel groot. Waar gasten gebruik van kunnen maken. Maar ik denk er ook dat jullie sowieso al weten dat het storm gaat lopen. Want vooral na dit gesprek weet men sowieso dat de marketingafdeling gaat alvast mailtjes beginnen te kijken van oké, wanneer en vanaf hoe lang kan men alvast reserveren. Want als ik me niet vergis, als ik me onthoud, dan verrijzen er 116 appartementen. Dus dat kunt u al voorstellen, die 8 suites van jullie die al een jaar en zo lang volgeboekt waren, dat heel wat van ze ook heel snel afgeboekt zullen zijn. Ja, oké. Dus we bouwen omdat we er geloof in hebben. Dus we gaan ervoor. Ik bedoel, als men nu kamers wil vastzetten, we noteren kan het. Het kan, het kan. En we zijn er klaar voor. Nee, ja, sowieso. Ja. Want hoe je draait of keert, zelfs ik hoorde nog een of andere opmerking dat naast vakantie in eigen land in het binnenland, dat mensen zelf vakantie in eigen land een kamer huren bij Toradica ook zo een ervaring noemen, want er is heel veel fauna bij jullie te zien. En dat maakt het ook een beetje apart. Als men zulke reviews zelfs geeft van oké, je bent jarig, wat ga je doen? Ik ga ontbijten bij Toradica. Dus al die dingen hoor je. Kijk, we zijn journalisten, we zijn vaak genoeg op straat. En je hoort al die dingen. En de eerste naam die men altijd noemt, is sowieso altijd eerst Toradica en dan andere hotels. Wat betekent dit voor jullie, CEO en COO? Who's gonna jump the gun already? Ja. Geweldig gevoel van trots, daar ga ik weer naartoe, maar dit is niet iets dat nu is ontstaan. Ik als kind, 20 jaar terug, 25 kind, hè, 20 jaar terug, niet langer zeggen, 30 jaar terug, heb ik hier de gelegenheid gehad om weekend package te boeken. Mijn ouders boekten een weekend package en het was toen al vakantie in eigen land. Dus dat ik samen met die, dat we samen hebben kunnen werken aan het behoud daarvan. Wat onze mensen, onze voorgangers al hadden neergezet en het verder op uitbouwen en ontwikkelen, dat heeft gemaakt dat nog steeds mensen zeggen van dat is wat we gaan doen. We komen naar Toradica om onze verjaardag te vieren, om vakantie te hebben in eigen land. En ik moet ook zeggen, ik denk dat COVID
gelijk na COVID toen een beetje eruit begonnen te komen. Er heel veel behoefte was. Mensen waren zo lang opgesloten, we mochten nergens naartoe. En toen hebben we een heleboel mensen die het lang niet hadden gedaan, weer een proefje ervan gehad. Hoe het is om vakantie te vieren in eigen land. En begon men weer te praten. Het werd weer zo bruisend over Torarica en daar kan je naartoe gaan. Dus ja, blij dat we dat hebben kunnen behouden. Binnen onze strategie zeggen we ook, dat gaan we voortzetten. Klopt. Het is onderdeel van onze DNA, zoals die dat zegt. We kunnen het niet zonder de lokale, zonder onze broers en zusters die allemaal in Suriname wonen. Ja, helemaal. Ja. En het aspect die wij sowieso ook niet uit het oog moeten verliezen is, met de bouw van die LSA straks, dat er weer een grote ruimte is voor werkgelegenheid in de hospitality sector. Dat klopt. Dus daar zijn wij ook heel erg bewust van. En ja, we zijn nu druk doen natuurlijk om dat allemaal, het zit allemaal op papier, maar nu moeten we allemaal invulling gaan geven eraan. Maar zeker het creëren van werkgelegenheid en dan praat je op eigenlijk alle vakgebieden die met de horeca te maken hebben, want het zijn niet alleen onze interieurverzorgsters en bellboys, maar het betekent ook op marketinggebied, finance, HRM. Alle niveaus ook. Alle niveaus. Ja. Met 116 appartementen erbij moet je uitbreiden in kader op alle niveaus. Absoluut. En ja, daar kijken we naar uit. We zeggen alleen maar dat de familie groter wordt. Dus we keep on growing. En het maakt ons alleen maar sterker. Nee, maar. En over finance gesproken. Ik ben wel bemoeizuchtig hoor. Wat is het prijskaartje van de bouw van die LSA's? Totale investering. Totale, ja. De totale investering is $23 miljoen. Mensen zouden denken, ik hoorde het nog toen we dat item vorige week brachten. En iemand zei nou, 23 is Cintori voor Torarica, ze maken dat geld binnen 2 jaar terug. Dat is een van de opmerkingen die ik hoorde. En door de populariteit van de groep spreekt voor zichzelf, zei men. Ik denk zeer zeker dat er een goed vertrouwen is in de Torarica groep. En dat is gebleken toen we de obligatielening hebben uitgezet. Waarbij in een heel korte tijd die 20 miljoen is opgehaald. En dat zijn bestaande aandeelhouders geweest, maar dat zijn ook overige geweest. Dus voor mensen in de gemeenschap die hebben geïnvesteerd. En ik denk dat ons ook sterkt om het tot een succes te maken. Want wanneer je dat vertrouwen krijgt, dan moet je ook ervoor zorgen dat je het waar gaat maken. En daar zijn we klaar voor. We hebben vorige week de eerste paal geheet. En there's no way back. Nee, absoluut. But I don't think that will be a problem. Nee. Men heeft echt heel veel vertrouwen in jullie. Ja. En als zelfs een Surinamer, dan doet dat ook goed. Want mensen maken ook altijd het verschil. Als ze van het buitenland komen en ze komen terug, dan zeggen ze, weet je wat? Dat eten van Torarica was beter dan de Marriott of de Wyndham Garden waar ik was in Amerika. Omdat Suriname is een beetje anders, ons aspect, ons eten, ons drinken, ons vriendelijkheid, zeg men. En je ziet ook van die vlogs van die verschillende mensen die ons land bezoeken. En vaak genoeg zie je ook standaard Torarica in 2/3 deel van die vlogs voorbij komen. Want ze maken ook een tripje hier naartoe. En dan worden mensen ook zo geduwd richting Torarica, want social media doet veel. Ja. Jullie zijn niet achtergebleven daarmee, om gebruik te maken van social media. Nee, we zijn zeker actief op social media. Het is, we moeten bijblijven. En de verschillende generaties hebben verschillende means of, exposure. Dus we moeten meegaan met de tijd. Hè. We zijn daarom ook op alle social media kanalen. Heel actief. Ja, absoluut. Ja. En met wat me net te binnen schiet, met de bouw van de LSA, waar men gewend is CEO's te zien, andere grote evenementen, die gaan nu komen weg te vallen. Heeft de Torarica groep een alternatief bedacht van die groep evenementen niet te verliezen?
Nou, alternatief. Ik denk dat er meerdere evenementen zijn dan alleen de CEOs. Laten we dit ervan zeggen dat Torarica er altijd onderdeel van gaat zijn. Want ook, het maakt niet zoveel uit waar de locatie is in Paramaribo, waar de conferentie zelfs gehouden wordt. Er komen zoveel buitenlanders, zoveel zakenlui voor die conferentie naar Suriname en die moeten een plekje hebben om te verblijven. Dus wij zullen zeker deel blijven van de CEOs. En zeker zoals Torarica dat altijd doet, ook nog proberen om enkele dingen hier te hosten. We hebben het geluk dat Suriname en met name Paramaribo niet zo groot is. Dus ook als je kijkt naar de afstanden van waar dingen gehouden worden, praat je niet over hele grote afstanden. Dus kan je zeggen dat we zijn altijd onderdeel van zulke grote conferenties. En ik denk dat we elkaar ook aanvullen. Hè? Als men kiest om een keer een conferentie op een andere plek te houden, hebben wij wel de kamers. En we hebben op dit moment meer dan 350 kamers. Het gaat met 116 kamers uitbreiden. We hebben zalen, dus het is niet zo dat niets meer mogelijk is. We hebben een ballroom, we hebben de banketzaal, we hebben tennisbanen. Ik denk dat het erop aan gaat komen bij vanaf een bepaalde grootte aan personen om een conferentie te hosten. Maar veel is nog mogelijk. Ja. Ja. En ik denk ook zijn, we hebben in ieder geval hebben we mogen meewerken aan het succesvol zijn van deze conferentie van CEOs. Het is hier gehost de eerste paar jaren en het was een succes. En dat is de reden waarom het weer gehost wordt in Suriname en groter wordt. Dus we kunnen daar alleen maar blij om zijn, toch? Nee, absoluut, absoluut. Maar het kwam me gewoon net even op van, dus ik weet dat er veel plekken zijn, maar omdat daar altijd die kleine beurs wordt gehouden van de verschillende landen. Dus vandaar, want het is altijd heel groot, naast dat van de tennisbaan, maar de ruimte... Op een gegeven moment waren er drie plekken, toch? Klopt, ja. Want ik werd bij elk jaar groter. Ja. Dus dat is wat ik zeg, men kiest altijd voor Torarica, because the space is available, and also the amenities. En misschien verrassen we nog, want we zijn wel innovatief. Precies dat. We can always find a way om andere type conferenties, maar soms ook de grote. Om weer te gaan hosten, want we hebben nog ruimte. Ik zei het al, we hebben zalen, we hebben een tennisbaan. En als je kijkt naar... prachtige pier. Ja, de pier. De historie van Torarica hebben we wel vaker verrast. En zijn we innovatief geweest. Dus kijk uit. Ja. Dat absoluut. En om terug te komen op die LSE's. Which side are they gonna face? Richting de straat of richting de rivier? Want dat vroeg ik me laatst af, als je kijkt naar de kleine animatie die we ook hebben gebruikt. Je ziet het ergens naartoe kijken, maar je weet niet precies welke kant het naartoe kijkt. Dus is het richting het vat of is het gewoon met de kijk op de Suriname rivier? Als jullie een indicatie hebben. Ik zou zeggen, er zijn drie uitzichtpunten vanuit de kamers. Zeker een uitzicht naar het vat toe. Jij noemt het vat, wij gaan het noemen een prachtige tuin en een groen arrangement van groen waarnaar men kijkt. Dan de Suriname rivier. Een aantal van de appartementen zitten aan de Suriname rivierkant. En dan heb je natuurlijk het stukje mangroven. Het is misschien nog niet zo goed te zien op het filmpje, maar één van de gebouwen die grenst aan de mangroven. En daar hebben we ook bewust voor gekozen. Als je kijkt ook naar het design van het gebouw, is er het stukje mangroven, dat natuur is meegenomen in het design van het gebouw. En wat we wilden, we hadden de mangroven hebben we in onze achtertuin. Wat wij wilden is het ook iets dichterbij brengen naar de gast toe. En het onderdeel maken van de totale beleving in de Torarica groep. Dus je hebt drie verschillende punten van uitzicht waarvan gasten kunnen kiezen en genieten. Ja, niet maar de reden waarom ik ook zei het vat, maar ik bedoel de straatzijde hoor. Ja. Maar dat is de eerste die je ook ziet als je vanuit het terrein van Torarica komt. Dus vandaar, niet dat ik zo per se noemde, maar zodat mensen dan straks ook een indicatie krijgen van, oké. Wat we willen benadrukken, je gaat de straat niet zien. Nee. Je gaat een mooie tuin zien. Nee, dat is vooral belangrijk. En hoeveel hoog wordt het? Is het? Een begane grond en dan nog 3 bouwlagen. Ja, inderdaad, dan ga je de straat niet zien, dan ga je echt alleen maar groen zien. Tot slot, meneer Bouke en mevrouw Jili.
welk adviesboodschap heeft u naar vooral uw personeel, maar sowieso de Surinaamse samenleving die door de jaren heen jullie altijd hebben ondersteund? Ja, advies, sowieso bij het laatste, blijf ons ondersteunen. daar zou ik zeker gebruik van willen maken als we de gelegenheid hebben. En als personeel zeg ik, we zijn het gesprek begonnen met de groei die Torarica heeft doorgemaakt. Er zijn zoveel mogelijkheden voor het personeel om te groeien, om een mooie loopbaan te ontwikkelen. Ik denk dat Audrey en ik een mooi voorbeeld zijn daarvan. Dus er zijn zoveel ontwikkelingskansen, er is zoveel potentie in het bedrijf. Dus ga ervoor, doe je best. En dan is de sky the limit. Blijf je opleiden, blijf je ontwikkelen. Blijf werken aan een beetje, ja, zelf ook werken aan niet alleen de opleidingsmogelijkheden die wij per se bieden, maar ga zelf ook op zoek naar ontwikkeling. Dat zou mijn boodschap zijn. Uh-huh. En mevrouw Healy? Ik zou zeggen, om Dave aan te sluiten, blijf dromen. Yeah. Want ook dat doen wij. Daarom ook de ontwikkelingen, zo keep on dreaming. En blijf werken aan de toekomst van Suriname. Want dat het is niet alleen de toekomst van Torarica, de bouw van de LSA, maar het is ook de toekomst van Suriname. Absoluut, heel mooi gezegd. En ik kan alleen maar zeggen dankjewel voor de uitnodiging om op locatie te komen en jullie lekkere koffie. Dank je, graag gedaan. U heeft de boodschap en ook het advies van de tweekoppige directie van Torarica gehoord. Zij kijken sowieso altijd ernaar uit dat de locals of de Surinamers deze hotelketen blijft ondersteunen. En vooral ook wat er straks te wachten staat. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. Mocht u deze aflevering hebben gemist, geen nood. De herhaling is morgenavond en ook dinsdagmiddag. Op kanaal 12.1. Wij zijn er volgende week terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Tot dan!